Hi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer aan de slag met een kerstcreatie. Daar hebben we natuurlijk zin in deze tijd. Gaan we alleen maar meer delen in. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer gratis, dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. En dan gaan we gauw aan de slag. Vandaag maken we een stuk met dit mooie natuurlijke materiaal. Het is een zaaddoos. En daar gaan we flesjes in bevestigen. Ik zeg er wel even bij, elk stukje is net wat unieker, net wat aparte. Dus het is niet allemaal gelijk, maar ze hebben allemaal hun charme. Deze gaan we bevestigen door middel van een beetje lijm. Je kijkt dus eigenlijk eerst eventjes waar je een mooi plekje hebt. En ik wil eigenlijk twee een beetje bij elkaar. En daartussen bevestigen we wat bolmos. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. De bolmos bevestig ik ook met een beetje lijm. En dan heb ik hier een mooi pakketje met allemaal materiaaltjes. Allemaal mooie natuurlijke materiaaltjes. De pakketjes kunnen licht verschillen. Maar er zit overal mooi materiaal in. Mooie dennenappels, dus die bevestig ik er ook tussen met een beetje lijm. En dan heb ik hier hele mooie glazen balletjes. En deze zijn een beetje melkachtig, maar echt super mooi qua kleur erbij tussen. Juist om die natuurlijke kleur een beetje te behouden. Deze zet ik ook gewoon vast met een dotje lijm. En die bevestig ik in het hart. Dan brengen we ook een beetje kerstgroen ertussen. Deze lijm ik ook gewoon vast. Want deze blijven best wel lang goed als je hem gewoon goed lijmt. En juist dat mooie effect tussen die zaaddozen vind ik heel erg mooi. Dus even een klein dotje lijm. Heel apart dit. Nou, en zoals je ziet is hij dan al heel mooi gevuld met allerlei materialen. Lijkt echt heel mooi natuurlijk. Dan gaan we nu de flesjes vullen. Ik vul de flesjes eerst met een beetje water. En dan gaan we nu de bloemen toevoegen.
Als eerste begin ik met berengras. Want deze kun je heel mooi mee laten lopen in het stuk. En het geeft altijd net een apart effect. Die stop ik in het laagste vaasje. Maar daar kun je mee spelen. Dus dan kun je zelf kijken wat mooi bij jouw stuk valt. Omdat elk stuk ook anders is en unieker is, kan het ook zijn dat het bij jou net mooier is als je het bijvoorbeeld in het hoogste vaasje doet. Die wikkel ik een beetje omheen en zet ik eventueel een beetje vast. En in de andere vaasjes doe ik zuidenwindlelie. Je kan eventueel de zuidenwindlelies ook mee laten lopen met het stuk. Let wel op dat het stuk dan niet topzwaar wordt. Dus dat het allemaal goed op zijn plek blijft. En dan is dit aparte stuk klaar. Dit is echt een heel apart, maar heel leuk en ook een lief stukje, omdat het niet zo extreem groot is. Dus heb je een wat kleiner tafeltje, is dit echt heel erg gepast. En heel natuurlijk, dus dat vind ik ook heel erg mooi. Je kan de bloemetjes elke keer weer vervangen, dus je hebt heel lang plezier van. Na de kerst haal je kerstballetjes eruit, doe je er een mooi voorjaarsbolletje in en heb je er ook weer plezier van. Dus echt een topstukje. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Met alle materiaal die ik vandaag ook heb gebruikt. Let dus wel op, elk stukje is uniek. Er kan een klein beetje verschil in zitten, maar ik speel daar mooi mee. Ze zijn wel allemaal net zo mooi, dus dat wel. Vond je het weer een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis, blijf op de hoogte van alle video's die ik maak. Je kan nog meedoen aan de Winter Wonderland wedstrijd. Dat kan tot en met 12 december. Dan kun je een stuk insturen met het thema Winter Wonderland, waar je zelf je eigen draai aan kunt geven. Dat kan je doen naar een mail te sturen naar info@bykarlijn.nl. Je kunt dan een foto sturen van het stuk en een stuk waar je zelf op staat. En dan maak je kans op een heel mooi groot bloemschikpakket met oase, een snoeischaar, mooie ondergronden, dus echt een heel mooi pakket. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!